zou kunnen zeggen dat, dat onderwijs bepalend is om de kansengelijkheid te organiseren in de hele samenleving. En voor mij blijft het altijd belangrijk om dan het meest centrale punt, namelijk het klaslokaal, dat eigenlijk onderwerp van de analyse te laten te zijn. En het klaslokaal waar je als kind vanuit het basisonderwijs naartoe wordt gestuurd in het voortgezet onderwijs is steeds meer bepalend voor de sociaal-economische klasse waar je uiteindelijk onderdeel van gaat zijn. Als je een schoolladder hebt, dan zou je kunnen zeggen dat die ladder een soort van potentie uitstraalt. Hè? Wat voor soort klimgedrag, wat voor soort studiesucces zouden leerlingen in potentie kunnen realiseren? Nou, en volgens kun je een andere vraag stellen. Wat is de trede die ze dan daadwerkelijk behalen? Die kloof tussen wat de potentie is van het klimgedrag en wat er daadwerkelijk wordt gerealiseerd, dat heeft onze volle interesse. Is die kloof, wordt dat veroorzaakt, is het dat suboptimaal klimmen door cognitieve dingen? Snappen leerlingen het niet? Nou, onze ervaring is, vooral in de grote steden, dat het vooral te maken heeft met identiteitsachtige dingen. Ik voel me niet veilig bij de docent. Andersom ook dat sommige docenten aangeven, ik snap die kinderen niet. Ik snap die sociale codes niet. Ik kan geen binding met ze krijgen. Dus het gaat heel veel over verwachtingen, over mindset, over cultuur. En niet zozeer over IQ. Als je het dan hebt over het oplossingsperspectief, is het dan natuurlijk heel gek om bijvoorbeeld te zeggen, nou ja, we hebben op die scholen alleen maar een betere didactiek nodig. Nee, er is op het identiteitsvlak is er ook iets nodig. Nou, wat die docent voor die klas allereerst zelf heeft als verwachting, is ik ga mijn fantastische vak geven. Maar wat er in de praktijk gaat gebeuren, is dat die docent wordt eigenlijk sociaal-psychologisch, wordt die verklaard tot leider van een mini-samenleving. En gaat het vooral over het managen van de groepsdynamiek. En gaat het ook over, snappen we elkaar, begrijpen we elkaar en al die aspecten meer. Nou, en dan zegt een deel van de docent, ja, maar daarvoor heb ik niet gekozen voor het vak. En je krijgt dus binnen het docententeam natuurlijk ook heel veel discussies en ook soms ook oneenigheid op een vrij fundamentele vraag eigenlijk. Wat verwacht de samenleving eigenlijk in godsnaam van die docent? Is dat de didacticus die heel erg met ambachtelijke kennis in het mbo dan naar voren komt? Of is dat eigenlijk de persoon die veel meer maatschappelijk vormend is en goed met die groepsdynamiek kan omgaan? Human.